Welkom bij Vera D. Vandaag cardio fitness voor mensen die slecht te been zijn of zij die herstellen van een zware ziekte voor jong en oud. Laten we starten met een cardio in zit. Alle oefeningen kunnen rechtstaand uitgevoerd worden. Laten we starten. Op de achtergrond hebben we een beat om de maat aan te geven. Laten we starten met ons eventjes op te warmen. Stappen op de plaats. Probeer je rug zo recht mogelijk te houden. Stappen op de plaats. Handen op je dijen of op je heupen. Lichaam opwarmen. Of krachtige armen, ellebogen in een hoek. Nog 20 seconden stappen op de plaats. Tap zijwaarts. Onze eerste oefening, tap zijwaarts, handen op je heupen. Laten we de armen bijnemen. Ja? Hef je rechterarm omhoog. Armen volgen de benen. Afwisselen, beurtelings. Rechterarm omhoog en linkerarm omhoog. Is dit te zwaar? Houd je handen op je heupen. Oké, stappen op de plaats. 20 seconden. Laten we hernemen, zijstap, tap zijwaarts. Laten we nu beide armen omhoog reiken. Reik op, beide armen. Is dit te zwaar? Afwisselend, rechts en links. Goed zo, beide armen omhoog. Hou vol. Het is de beweging die telt. Stappen op de plaats, 20 seconden. Nog 5 seconden en we gaan over naar een V-stap. V-stap wijd, wijd, smal, smal. Armen volgen de benen. En terug. Op tempo of op halve tempo. Jij kiest het tempo. Het is de beweging die telt. Oké, we zijn 4 minuten bezig. En stappen op de plaats. Stappen op de plaats. Ellebogen in een hoek of handen op je heupen. Tap zijwaarts. Armen zijwaarts. Enkel, enkel, enkel tap zijwaarts. Super, jullie doen het goed. En stappen op de plaats. Dun dong. Rusten. We zijn 5 minuten bezig. Goed doorstappen. Ons volgende is een heel lift. Heel lift. Heel lift. Stoot naar voren. Is dit te moeilijk? Beiden. Handen op je heupen. Heel lift.
kuitspieren trainen. En stappen op de plaats, ons 30 seconden zijn om. Hak voor, hak voor. Rechts of links speelt geen rol, we doen beide kanten. We beurtelings rechts en links. Alle oefeningen kunnen rechtstaand uitgevoerd worden, zittend en rechtstaand. Stappen op de plaats. 20 seconden stappen. We zijn 6 minuten bezig. Nog enkele minuten. Oké. Ons volgende is een hak zijwaarts, pijl en boog. Hak zijwaarts, pijl en boog. Armen volgen de benen. Pijl en boog. Eigen tempo. Hak zijwaarts, pijl en boog. En stappen op de plaats. Stappen op de plaats. 20 seconden stappen. Een goede oefening voor mensen met slechte been of zij die zwaar ziek geweest zijn en moe zijn. Bewegen is heel belangrijk. Oké. Nog 20 seconden stappen. Rusten. Afwisselend knie omhoog, hou vast en omlaag. Wissel, hou vast, omlaag. Knie omhoog, hou vast, omlaag. Knie omhoog, hou vast, omlaag. Buikspieren trainen. Omlaag. Knie omhoog, hou vast. Knie omhoog, hou vast. Knie omhoog, hou vast. 8 minuten. En stappen op de plaats. Rust. Ontspan. Handen op je heupen of ellebogen in een hoek. En krachtig langs je lichaam. Jij kiest eigen tempo. Ga je trager, is het ook goed. Ja? Ofwel gewoon stappen op de maat. Op het ritme van het metronoom ofwel halve tempo. Stappen zijwaarts enkel, enkel en dubbele tap. Enkel, enkel en dubbele tap. Laatste, enkel, enkel en dubbele tap. Enkel, enkel en dubbel. Enkel, enkel en dubbel. Nog 5 seconden. Enkel, enkel en dubbel. Laatste maal. Enkel, enkel, dubbel. Stappen op de plaats. We gaan eindigen. Halve tempo. Stappen. Hartslag verminderen. Adem een laatste maal diep in en blaas lang uit. Herhaal. Adem in en blaas lang uit. Met een schouderrol naar achteren.
Hopelijk vond je het een leuke workout. Duimpje op en tot de volgende. Dag!